We spreken af met onze gids in de buurt van het 14e eeuwse Altes Raadhuis, bijzonder schilderachtig gelegen op een piepklein eilandje in de rivier de Rechnitz. Mijn naam is Lore Kleemann. Ik darf Sie darauf hinweisen, dass Film- und Tonaufnahmen eigentlich nicht gestattet sind. Waarvan akte? De stad Bamberg ontstond in de middeleeuwen op 7 heuvels en staat met recht en reden op de werelderfgoedlijst van de UNESCO. De prins-bisschop maakte in de 17e en de 18e eeuw Bamberg tot een barokke stad. Wandelen door Bamberg betekent daarom een ongelooflijke tocht door de geschiedenis vanaf de middeleeuwen tot de 18e eeuw. Gelukkig werd Bamberg bij de bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels gespaard. Slechts 4% van de gebouwen werd vernield. Bamberg bestaat uit 3 duidelijke stadsdelen waarvan de oude historische kern het meest interessant is. Bamberg was een keizerlijke en bisschoppelijke stad en dat is nog duidelijk zichtbaar. De vakwerkhuizen in de oude buurten en de mooie rivieroevers zoals die van de vroegere Visserswijk die nu Klein Venedig wordt genoemd, verlenen Bamberg een bijzondere charme en gezelligheid. Het Böttingerhaus in de Judenstrasse met zijn prachtige barokke gevel in stukwerk huisvest een aantal particuliere kunstgalerijen. Wat dan immer wieder ins Auge fällt, is de naam Judenstrasse. Daar moet man aber in der Zeit sehr, sehr weit zurückgehen. Het war de allererste jüdische Besiedlung in Bamberg. De Onze Lieve Vrouwenkerk is de enige gotische kerk in Bamberg. Het middenschip is 50 jaar ouder dan het koor uit 1375. Het interieur van de kerk verrast door zijn uitbundige barokke inrichting. Naast een aantal prachtige polychromere tafels is de ten hemel opneming van Maria van de hand van de Italiaanse schilder Tintoretto een bijzonder waardevol schilderij. De Damplatz is onbetwistbaar het hart van de historische stad. Het plein wordt omringd door de keizerlijke dom, het barokke paleis van de Neue Residenz en de Alte Hofhaltung. Deze Alte Hofhaltung is het vroegere bisschoppelijke paleis uit de Renaissance tijd met een bijzonder mooi bewaarde binnenplaats met gotische vakwerkhuizen. De Neue Residenz verving de Alte Hofhaltung als vorstelijke en bisschoppelijke residentie. Het plein verbaast door zijn enorme afmetingen, maar dat komt omdat vroeger hier de heilige relieken werden uitgestald en dat lokte een massale volkstoeloop van gelovigen uit. Vanop de binnenplaats van de Neue Residenz heb je een mooi uitzicht op het klooster van de heilige Michael en de stad. Ik had vorhin nog zo die heroïsche idee gehad. Ik bied alternatief nog die Jakobskirche aan. Ik wens jullie heute een tolle Domführung nog, dat ze het Ganze nog mal rond maken kunnen en nog een schönen Tag in de stad. Met zijn 4 torens domineert de keizerlijke kathedraal, de Keizerdom, trots de oude stad. Aan de ingang worden we opgewacht door onze gids Cornelia. Zij heeft tegen film- en geluidsopname geen enkel bezwaar.
wir das machen. Ich habe schon ein bisschen was gehört von Ihrem Programm. Lobenswert, sage ich nur. Ja. Zur Vorstellung, Cornelia Schmelzer ist mein Name. Der Nachname ist ein bisschen schwerfällig auszusprechen. Also wenn irgendwas sein sollte, Cornelia rufen, kein Problem. Eine Stunde haben wir zur Verfügung und dann legen wir einfach los. Ja. Fangen wir mal so an, weil Sie eine Stadtführung halten. Also, Sie sind von unten nach oben gegangen. Das ist die Karolinenstraße, die weitet sich in den Domplatz auf. Da haben wir drei charakteristische Gebäude, die haben Sie garantiert schon gesehen. Das ist neue Residenz, alte Hofhaltung und der Dom hier. Und wie wir das heute so sehen, dieses Bild, das wir da vor Augen haben, das gibt es jetzt seit ungefähr 200 Jahren. Ich will damit sagen, früher hat es ja anders ausgesehen. Also es befand sich lediglich eine Burg hier oben, die Burg Babenberg, und dazu eine Kirche, die Burgkirche. De keizerlijke dom is het belangrijkste architecturale bouwwerk van de stad en is bovendien in het bezit van een aantal unieke kunstwerken. Hier, dat is die Westgruppe daar van Heinrichsdom. Die wurde eben ook ausgegraben, is aber niet meer zugeschüttet worden. Die Elemente, die wir da sehen, die sind erhalten. Der Osten ist ja auch heute noch irgendwie so die Schauseite zur Stadt. Das hat man bewusst so gemacht. In de crypte bevindt zich het reliekschrijn met de schedels van keizer Heinrich II en zijn gemalin Kunigonde. Ze zijn het enige keizerlijke paar van het Heilig Roomse Rijk dat heilig werd verklaard. Via een speciale toegang onder de toren bereiken we het Gotische Koor. Daar bevindt zich het enige pauselijke graf van Duitsland, dat van paus Clemens II. Achteraan in het oude Romaanse koor bevindt zich het praalgraf van de keizer en zijn echtgenote. Het is het werk van de bekende beeldhouwer Tilman Riemenschneider. 14 jaar had hij nodig om dit meesterwerk te voltooien. Tot de andere meesterwerken van de Duitse gotische kunst behoren onder meer het beroemde ruiterstandbeeld de Bamberger Reiter uit de 13e eeuw, die vermoedelijk Stefan de Heilige voorstelt, de eerste koning van Hongarije. Daarnaast is er nog het schitterende houten retabel van Vaart Stoos en we beëindigen onze rondgang bij het bekende beeld van de heilige Dionysus. Also man hat Christen noch verfolgt, er wurde enthauptet wegen seinem christlichen Glauben. Und der Legende nach hat er dann seinen Kopf in die Hand genommen und ist zu seinem Grab 9 Kilometer von Paris gegangen. Also das ist das heutige Saint-Denis, das ist Paris heute. Und über seinem Grab hat man auch die erste gotische Kathedrale in Frankreich gebaut. Und jetzt ist es so,
dass deswegen der heilige Dionysius eben immer mit seinem Kopf nah dargestellt wird. Das ist auch an anderen Orten so. Ja, ja. Tschüss.